sowieso een fantastische dag geweest vandaag. Hoe heb jij het beleefd langs de kant? Ik heb het echt ik heb voor de radio verslag gegeven. En ik wilde me inhouden, ik wilde me keurig verslag geven en objectief verslag geven, maar ik kon het niet. Ging niet, hè? Het ging absoluut niet, want ik vind dat hij het verdiend gewonnen heeft. En ik vind ook dat hij 4 jaar lang het Nederlandse schaats gedragen. En hij is nooit weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft altijd gezegd van, ik ben de beste. En als je dan op zo'n moment het ook gewoon doet, ja, diep respect. Jij klonk geëmotioneerd op de radio, hoorde ik. Ja, nou, dat was ik ook wel een beetje. Ik vond het gewoon heel mooi. Ik ben heel blij dat ik zo'n sportman van dichtbij heb mogen meemaken. Ik vind het echt een bijzondere jongen. En hij is nog maar 23 en hij is nu al Olympisch kampioen. En ik denk dat we nog heel veel van hem gaan meemaken. Hij is zo professioneel. Hij is echt een grote sportman. En hij verdiende het vandaag gewoon om gewoon te winnen. Hij verdiende het echt. En ik was er wel even bang voor op een gegeven moment dat het mis zou gaan. Maar ik ben zo blij dat hij het gehaald heeft. Lieve, lieve, lieve sportvrienden. Ik had een hele speech voorbereid. Maar ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, man, wat was dat machtig. It was great. It was fantastic. It's my first Olympics, of course, now being here and not being a competitor, so it's Sven was, same for me. yeah, okay, so we're the same. It's bittersweet, but it's fantastic, and Sven was amazing tonight. He's so fast, and he's the best guy. He's a big star, eh? Yeah, he is. He should be. He's I think he's won like 13 of the last 14 World Cup 5000s or something, yeah? He won the last 21 World Cups. 21 races in a row. Sven, I'm sorry. 21 last races in a row. So I the thing I love most about long track is that the best person on that day wins. It's not like other races where some luck or some judges. If you're the best, you're the champion. De echte gouden medaille. Dit is alvast.